volk van Suriname, goedendag. De afgelopen 2 weken heeft de regering zoals gebruikelijk op basis van de huidige situatie rond COVID-19 alle getroffen maatregelen geëvalueerd. De getroffen maatregelen waren noodzakelijk en urgent om de zorgwekkende situatie die we met ons allen waarnamen in te dammen en het tij te keren. Mijn hartgrondige dank gaat uit naar elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld en met zijn of haar gedrag ervoor heeft gezorgd dat we op betere tijden afstevenen. Helaas hebben sommigen dat niet gedaan. En ik roep aan ieder weer op, houd u zich aan de regels. De cijfers geven een beter beeld dan voorheen. We houden onze bezorgdheid echter op scherp. We zijn namelijk nog niet op een niveau beland waarbij we zouden kunnen spreken van een gewenste trend. In de afgelopen weken nam het aantal besmettingen zodanig toe dat de druk op onze gezondheidszorg buiten proporties was. De reeds bestaande schaarste aan ziekenhuisbedden, personeel, medicamenten en apparatuur werd duidelijker. Het aantal quarantaineplekken werd minder. Gelukkig zijn de effecten van de aangepaste maatregelen duidelijk zichtbaar. De laatste 2 weken zien we een duidelijke trend van daling van het aantal COVID-19 positief geteste personen. Gelukkig. We zien dat ook de graad van besmetting een dalende trend vertoont. Gelukkig. De cijfers zeggen ons echter ook dat we nog lang niet de gewenste omstandigheid hebben. We merken op dat de meeste besmettingen nog steeds plaatsvinden in het zuiden van Paramaribo en het noorden van Wanica. We blijven zeer bezorgd over de situatie in het binnenland. We zien ook een uitbreiding naar de overige resorten en districten. We merken een zorgwekkende ontwikkeling dat mensen naar de recreatieoorden in het binnenland trekken. Dergelijke situaties bevorderen de verspreiding van COVID-19. Dit zegt ons dat we nog niet zorgvuldig genoeg omgaan met onszelf en elkaar. Volk van Suriname, COVID-19 houdt ons vanaf 11 maart 2020 in een greep. Gecombineerd met de sociaal-economische en financiële crisis ontstaat er voor ons allen een bijna onhoudbare situatie. Hoe lang nog? Hoe meer nog? Zoals u heeft kunnen zien, hangt dit geheel van onszelf af. U en ik zijn het antwoord op de COVID-19-pandemie. Als wij ons allen aan de regels houden, komt het zeker goed, volk van Suriname. Laten we niet vergeten, u bent de eerste verantwoordelijke voor het welzijn en de gezondheid van uzelf, uw gezin en familie. Terwijl we aandacht besteden aan de heersende COVID-19-epidemie, kijkt de regering ook naar andere gebeurtenissen in het binnen- en buitenland. Onze CARICOM-buren zijn hard bezig te werken aan verantwoorde protocollen voor een veilig vliegverkeer tussen de lidstaten, maar ook komend van daarbuiten. We blijven de uitkomst nauwlettend volgen en stemmen onze protocollen steeds met voortschrijdend inzicht af op de huidige realiteit. Gebeurtenissen in de wereld, in de regio, zijn niet ver van ons. Ze beïnvloeden ons en we dienen aandacht daaraan te besteden, tezamen met COVID-19. Het proces tot het veilige nieuwe normaal is ingezet. De protocollen voor de verschillende sectoren zijn ontwikkeld in goed overleg en zullen worden geïmplementeerd. Ik dank alle sectoren voor hun bijdrage en het overleg afgelopen week. We starten met de periode die voor ons ligt en zullen strak monitoren als deze protocollen worden opgevolgd. Wij zullen aan het einde van de week de evaluatie doen. Waar nodig zullen wij aanpassingen plegen. Per heden zullen de volgende protocollen worden geïmplementeerd. 1. Protocol voor onderwijs. 2. Protocol voor de transportsector. 3. Protocol voor winkels en kleine supermarkten. 4. Protocol voor casino's. 5. Protocol voor gok- en vermakelijkheidsgelegenheden.
6. Protocol voor kansspelkantoren. 7. Protocol voor restaurants en commerciële eetgelegenheden. 8. Protocol voor sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba, sport en fitnesscentra of gelegenheden. 9. Protocol voor recreatieoorden. 10. Protocol voor contactberoepen zoals binnende fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops. 11. Protocol voor markten. Dames en heren, we willen allen terug naar het leven dat we kenden. We willen allen normalisering. Helaas kan dat niet zonder condities. We moeten ons blijven houden aan de verplichte maatregelen. U kent het al, het dragen van een mond- en neusbedekking. Het aanhouden van de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand. Het regelmatig desinfecteren van de handen. Landgenoten, we zijn voorzichtig optimistisch, terwijl we onze ogen niet gesloten houden voor de realiteit. Alles dat wij doen zal steeds in overeenstemming moeten zijn met het nieuw normaal. We hebben daarom besloten om de maatregelen aan te passen voor de komende 2 weken. Doen we het niet, dan voorzien we negatieve gevolgen op het persoonlijke, maatschappelijke en economische vlak. Vanaf vandaag tot en met zondag 27 september gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. De weekend lockdown wordt opgeheven. Het uitgaansverbod van 20 uur, dat is 8 uur 's avonds, tot 5 uur in de ochtend blijft echter van kracht. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. De grenzen via land, water en lucht blijven gesloten voor personen tenzij om dringende redenen toestemming wordt verleend door het COVID-19 crisismanagement team. Maatregel 3. De controleposten voor beweging van personen op diverse plekken blijven gehandhaafd en ze zullen verscherpt worden. Maatregel 4. Het onderwijsproces wordt gestart met inachtneming van de door het ministerie ontwikkelde COVID-19 preventieprotocollen. Maatregel 5. Het samenscholingsverbod is geldig voor groepen groter dan 10 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden en hiervoor zullen geen dispensaties worden verleend. Maatregel 6. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn toegestaan, uitsluitend indien en voor zover niet meer dan 50 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn. Dit met inachtneming van de voorschriften. Maatregel 7. Sportactiviteiten in de buitenlucht mogen slechts plaatsvinden met inachtneming van de voorschriften. Onverkort blijft van kracht dat contactsporten verboden zijn. Maatregel 8. Het vervoer van personen door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. De naleving en handhaving van het protocol openbaar vervoer zal onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme plaatsvinden. Maatregel 9. Nachtclubs, dansings, discotheken en dergelijke, maar ook bordelen en bars blijven voorlopig gesloten. Maatregel 10. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten zijn uitsluitend ten behoeve van afval en bezorging. Behalve als ze beschikken over terrassen in de openlucht. Maatregel 11. Verder zijn met de volgende sectoren en bedrijfstakken concrete afspraken gemaakt. Recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren,
sportscholen, yoga dansscholen, aerobics, zumba, sport- en fitnesscenter of gelegenheden, contactberoepen zoals binnen de fysiotherapeuten, kapsalons, kappers en barbershops en markten. Ook hier geldt de strikte naleving van de voorschriften. Ze zullen uitsluitend onder de geldende voorschriften in de protocollen diensten verlenen. Beste landgenoten, we gaan het virus alleen kunnen overwinnen wanneer we ons houden aan de verplichte maatregelen. En ik herhaal, wanneer we op elkaar letten. Vrijheid komt met verantwoordelijkheid. De weg naar normalisatie komt alleen als u zich houdt aan de regels en voorschriften. Ik dank aan ieder voor hun bijdrage. De medische zorg voor hun bijdrage en zorg. En de sectoren voor hun verantwoordelijkheid jegens werknemers en bijdrage aan noodzakelijke materieel. We gaan het samen doen. Voor ons allen. Voor onze kinderen. Voor ons geliefd land Suriname. Samen. Ik dank u voor uw aandacht.